We zijn aanwezig bij de Dode Hoekles op basisscholen in Berkwoude. Waarom vindt u het belangrijk om hier persoonlijk aanwezig te zijn? Nou, ik vind het heel mooi om daar zelf ook aandacht voor te vragen. Heel fijn dat het initiatief hier is van Van der Wal, die met veel grote vrachtwagens en materieel rondrijdt. En ook een aantal sponsoren die meewerken. Het is vooral heel belangrijk omdat we hebben heel veel smalle weggetjes hier in het gebied. En zeker hier rondom Berkenwoude. En daar rijden ook allerlei tractoren natuurlijk en vrachtwagens. En het is goed dat kinderen weten van hey, als je op een bepaalde plek gaat staan, ben je heel slecht zichtbaar. En dus is het al gevaarlijk. Dus die lessen worden vandaag gegeven. De politie is erbij om het een en ander uitleg te doen. En ik vind het heel belangrijk samen met de wethouder verkeer om daar vandaag ook aandacht aan te geven. En ook via jullie kant nog breder de bekend te maken bij de andere scholen. En waar zit die chauffeur? Weet jullie dat ook? De man die het bestuurt? Voorin. Voorin hier, hè? Ja. Ja, je moet het hele ook zien, je moet daarmee rijden. Dus je zit er heel goed op te letten. Maar toch kan je jullie soms niet zien. En weet je hoe dat komt? Omdat hij gewoon wel naar buiten kijken. Ja, hij kan wel naar buiten kijken, want je kan hier naar buiten kijken, hier en hier. Maar waar kan hij nou niet kijken? Waar zouden jullie nou niet zien? Stel voor dat ik dit ben, hè? Zou je me hier kunnen zien? Kunnen jullie het allemaal zien? Jawel, ga er zelfs maar staan. Dan komt er maar heen. Zou je me hier kunnen zien? Ja. Ja, hè? En als ik nou hier sta? Ja, niet zien. Niet, hè? Het ligt aan hoe groot je bent natuurlijk. Kijk, als jij ervoor gaat staan, dan zie je ze wel. Maar jij ervoor gaat staan niet. Top. En als je nou hier gaat staan? Zou je daar zien? Ja? Ja? Ja, nee. Ja. Ja, wel, niet, nee. We weten het soms niet, hè? Wat is de rol van de gemeente in het verkeersbewustzijn rondom scholen bijvoorbeeld? Bij kinderen, maar ook volwassenen? Ja, dat we dit soort lessen, verkeerslessen natuurlijk ondersteunen. En dat we natuurlijk ook kijken bij de inrichting van wegen. Hè, wat je kan doen om te zorgen dat fietsers aparte opstelstroken hebben. Dat is natuurlijk vooral bij de grotere wegen zo. En inderdaad op allerlei manieren daar aandacht voor vragen. Wie zit er in die auto? Weet u wat die meneer heet? Dat is de burgemeester, heel goed. Nog een keertje. Hoe heette die? Burgemeester. Ja? Dat is goed. Hey, maar groep 1, ga nou eens op een plek staan dat je de burgemeester ziet. Ja, die zie je hier vandaan. Maar iets dichter bij de vrachtwagen. Ga maar een plekje kiezen. Waarom vinden jullie het belangrijk om dit te organiseren? Ja, je hebt veel groot verkeer natuurlijk in het dorp. En kinderen zijn er ook wel aan gewend, hè, vanuit eigen bedrijven thuis. Dus zien soms ook niet helemaal het gevaar. En ik denk dat wat mooi is dat je inderdaad naast de lessen die je zelf doet in de klas, op de schoolpleinen, kinderen het hier ook echt leren door ervaren, inzicht krijgen van ben ik zichtbaar, ben ik niet zichtbaar in die dode hoek. En het hele begrip dode hoek veel meer tot leven komt. En daarmee bewustwording ook gewoon groeit. Je zegt net over in de lessen, dus doen jullie naast deze les ook nog meer rondom verkeersveiligheid? Jazeker, verkeersveiligheid komt natuurlijk in de lessen verkeer ook zeker aan bod. En omdat de kinderen bij verschillende activiteiten al op de weg zitten, soms met de fiets, is dat wel iets wat je in de klas regelmatig bespreekt. Maar dit is zeker een hele mooie aanvulling. En hoe zit het met de verkeersveiligheid rondom deze scholen? Ja, we zitten met de scholen denk ik wel in een hele gunstige positie in het dorp. Dus verkeersluw. Dus er is veel rust en overzicht en voldoende ruimte.
Dus ik denk dat de verkeersveiligheid wel op orde is. En tegelijkertijd blijft het ook wel een aandacht, hoe gaan we er met elkaar om? Want geven we elkaar dan voorrang en zien we elkaar en houden we rekening met elkaar? Ik denk dat dat ook vooral de verkeersveiligheid heel erg vergroot. Vandaag is de eerste les al geweest, zojuist bij de kleuters. Hoe denken jullie dat ze het hebben ervaren? Nou, je ziet wel een enthousiasme en ook wel een soort de ogen open gaan van hey, ja, zo werkt dat dan. Als ik dus in die vrachtwagen zit, ben ik wel zichtbaar daar, maar niet zichtbaar daar. Dus dat is wel gevaarlijk. En je ziet wel dat kinderen het verband leggen van hey, als ik niet veilig sta, ja, dan kan er ook wel grote ongelukken gebeuren. Dus ik denk wel dat bewustwording enorm winstpunt is deze dag.